De avondklok wordt vanaf vandaag verruimd naar 11 uur 's avonds. De regering besloot gisteren hiertoe, na een constructief gesprek met de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, VSB, de horeca- en toerismesector. Tijdens dit gesprek zijn er harde afspraken gemaakt over de naleving van de COVID-19-protocollen voor eetgelegenheden en bardancings. De regering was onder andere vertegenwoordigd door de ministers Amar Ramadien, Reshma Kuldeep Singh en Kenneth Amoksi. Ze haalden aan dat wanneer betrokkenen weer dansfeesten gaan organiseren en geen controle uitvoeren op vaccinatiebewijzen, er zwaardere boetes gegeven zullen worden. Na 2 boetes zal de vergunning van zo'n restaurant of bar voor 3 maanden in plaats van 2 weken worden ingetrokken. Ook zullen muziekinstallaties in beslag worden genomen. Bij dit overleg zijn er 14 maatregelen vastgesteld waaraan restaurants en bars zich moeten houden. Belangrijk is dat indoor dining alleen is toegestaan voor gevaccineerden. De regering zal ook een strakkere handhaving voeren op de COVID-19-protocollen.